In aanloop naar de waterschap en provinciale statenverkiezingen gaan we op pad met verkiesbaren uit Altena. Dit keer met Hanny Visser van het CDA. Water speelt voor Hanny een grote rol in haar leven. Waterschap Rivierenland heeft hier 2 jaar geleden een extra waterberging aangelegd. En dat geeft eigenlijk wel heel mooi weer het werk van het waterschap. Hè. Die moet zorgen dat er voldoende water is in de polder. Maar er moet natuurlijk niet te veel water zijn en ook niet te weinig. En om te voorkomen dat inderdaad dat water nergens heen kan, hè, dat we onvoldoende waterberging hebben, is hier dus inderdaad extra waterberging gegraven. En eigenlijk biedt het twee voordelen. Hè. Je kunt hier water opvangen als we te maken hebben gehad met overvloedige regenval. Maar aan de andere kant zie je ook dat dit dan zorgt voor een stuk natuurontwikkeling. Met name rond het pompveld, want dit vormt ook onderdeel van de ecologische verbindingszone. Die loopt van Slot Loevestein tot de Kornse Boezem in Dussen. En dus vandaar dat hier die waterberging is aangelegd. En dit is slechts de helft van het plan geweest wat hier bij de pompveld is aangelegd. Want het komend jaar wordt er ook op een ander deel van het pompveld wordt ook nog weer extra waterberging aangelegd en extra sloten. En dat is met name bedoeld om de visstand te kunnen verbeteren. Oké, een heel breed pakket. Veel mensen gaan naar die stembus op 20 maart. Maar vinden de waterschappen misschien een beetje een ver van mijn bedshow. Wat betekent het waterschap voornamelijk in Altena voor de burgers? Nou, ik denk dat het waterschap heel belangrijk is, hè, want het waterschap gaat over onze eigen leefomgeving. Hè. Kunnen we veilig wonen achter onze dijken? Hebben we voldoende water? Hè, niet te veel en niet te weinig. Is het water schoon? Hè, door de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk, dan wordt ons rioolwater gezuiverd. Dus dat zijn allemaal taken die toch wel heel belangrijk zijn voor onze eigen leefomgeving. Ja, kun je ons eens meenemen langs een aantal van de projecten die hier in Altena gerealiseerd zijn met hulp van het waterschap? De pompveld heb ik al genoemd dan. Hè. Nou, in Sleeuwijk is dus de rioolwaterzuivering uitgebreid. We hadden eerst 4 kleine waterzuiveringen en nu is er 1 grote in Sleeuwijk. Hij is bijna klaar en wordt dit jaar nog geopend. Naast die rioolwaterzuivering wordt ook een energiefabriek gebouwd. Er wordt een slip verwerkt wat uit die rioolwaterzuivering komt. En dat slip wordt omgezet in biogas. En dat wordt dan weer teruggeleverd aan het net. Hè. Dus zo zijn we ook zelfvoorzienend in energie kunnen we dan zijn. Daarnaast zie je in de regio dat er ook met name voor die visstand een aantal vistrappen zijn aangelegd. Onder andere bij Hank is dat gebeurd vorig jaar. En we hebben ook een hele moderne digitale vislift. Die ligt hier vlakbij. Die noemen we de iPhone onder de vislift, om het maar zo te zeggen. En daar worden ook alle gegevens geregistreerd van vissen. Dus als daar een snoek langs zwemt, dan wordt die geregistreerd. Oh, dit is een snoek. En als die weer een keer terugkomt langs, wordt die weer geregistreerd. Dus zo hebben we ook zicht op de waterstand van de vissen. Ja, ook dat is dus een mooi aspect. Niet alleen echt bezig met het water, maar ook met de ecologische aspecten die daarachter liggen. 20 maart naar die stembus. Waarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen voor die waterschappen? De waterschappen die... De taken die zij hebben, die worden gefinancierd door de belasting die de waterschappen heffen. De waterschappen mogen hun eigen belasting heffen. En ik denk dat het belangrijk is dat wij als inwoners ook kunnen controleren waar wordt dat geld nou voor gebruikt. En daar heb je dus een democratisch gekozen bestuur voor nodig. Die inderdaad de vinger aan de pols houdt van wordt dat water of dat geld nou eigenlijk wel goed besteed. Ja, dan tot slot, jij zet je al jaren in voor het waterschap. En waar komt die gedrevenheid zo vandaan met alles wat met water te maken heeft? Ja, ik zeg wel eens, water is de rode draad in mijn leven. Ik ben geboren als schipperskind, dus dan had ik al iets met water. Ik heb eigenlijk ook wel iets met erfgoed. Ik heb afgelopen jaren ingezet voor de forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. Hè. Daar kwam ik weer bij dat water uit. Ja, en bij het waterschap heb ik weer met dat water te maken. Ja, en water is toch de bron van ons leven. Dus ik denk dat het wel goed is dat mensen zich daarvoor inzetten.